Heel goeie avond. Het valt op in supermarkten en op straat zie je meer en meer mensen die een mondmasker dragen. En de vraag is nu of dat zin heeft. Wetenschappers lijken het er niet helemaal over eens. Geen wonder dus dat een man of vrouw op straat helemaal in het duister tast. Het is nog niet zoals in Japan of Zuid-Korea, maar ook meer en meer Vlamingen komen de laatste dagen met een mondmasker winkelen. Beter voorkomen dan genezen. En je moet toch een beetje aan je eigen denken, aan je eigen veiligheid en ook van een ander. Nochtans betwijfelen specialisten of het dragen van mondmaskers wel zin heeft. Men kan niet zeggen dat het totaal geen zin heeft. Op straat wel. Gewoon op straat rondlopen met een masker, dat heeft nu echt geen zin. Maar op plaatsen waar het onvermijdelijk is dat mensen elkaar zien en tegenkomen, dan zal dat een grotere hinderpaal voor het virus gaan vormen wanneer je dat draagt. Maar er zijn ook dokters die het dragen van mondmaskers wel toejuichen en op sociale media filmpjes delen hoe zo'n maskers gemaakt kunnen worden. Dit systeem is veel doeltreffender dan de zogenaamde chirurgische papieren maskers. Het is een eenvoudig zakje met een opening aan de bovenkant. Onduidelijkheid tussen wetenschappers, het brengt mensen in de war. De ene zegt dat dat niet veel helpt en de andere zegt van wel, ja, wat moet je nu gaan geloven? Ja, wat moeten we geloven? Wel, in ons journaal van 7 uur hebben we een live verbinding met minister van Volksgezondheid Maggie de Blok, die zelf ook dokter is. Zij reageert dan op die discussie rond mondmaskers. En dan neem ik er zoals elke dag weer de nieuwe cijfers eens bij. Er zijn 123 nieuwe overlijdens gemeld. Het totaal voor België is nu 828. De ziekenhuizen hebben 560 nieuwe patiënten opgenomen. Er worden nu in totaal 4.995 mensen met een coronabesmetting behandeld. 1.088 daarvan liggen op intensieve zorg. En goed nieuws is dat ondertussen 2.132 mensen die besmet waren het ziekenhuis verlaten hebben. Vlaamse ondernemers die ondanks de coronacrisis hun bedrijf niet hoeven te sluiten, maar toch groot omzetverlies lijden, die krijgen een eenmalige premie van de Vlaamse regering. Voor hun collega's die wel verplicht de deuren dicht doen, horecazaken en kappers bijvoorbeeld, was al eerder een premie afgesproken. 4.000 euro krijgen zij. En er zijn ook al zo'n 70.000 bedrijven die een aanvraag gedaan hebben daarvoor. Maar nieuw is dus dat er ook een compensatie komt voor ondernemers die door corona geen opdrachten of klanten meer hebben. Allemaal mensen die meer dan 60% omzetverlies hebben in de periode tussen 15 maart en 30 april. Zij kunnen beroep doen op een Vlaamse compensatiepremie ten bedrage van 3.000 euro. En moeten ze dat bewijzen dat ze omzetverlies hebben? Wel, we hebben gekozen voor een eenvoudig systeem. Het volstaat om een verklaring op eer te doen dat er omzetverliezen zijn. Die nieuwe premie is bedoeld voor zelfstandige chocolatiers bijvoorbeeld, kinesisten of podiumbouwers in de cultuursector. Pralinewinkels mogen nog open blijven omdat ze voeding verkopen, maar in de praktijk zijn de meeste gesloten. Sommigen verkopen online nog, maar dan nog is hun omzet drastisch gedaald. Ik kan zeggen dat de verkoop nu via de webshop gelijk staat aan de verkoop in een normale week in de winter van één winkel. Wij hebben 3 winkels. Dus u bent eigenlijk teruggevallen op minder dan 1/3 van de omzet? Ja, zeker voor deze periode, ja. De verplichte sluiting van winkels weegt zwaar door en dreigt bijvoorbeeld voor E5-mode fataal te worden zelfs. De keten met 500 werknemers heeft bescherming aangevraagd tegen schuldeisers. Ze zegt door de crisis 12 miljoen euro omzet te verliezen. Tijdens de 3 maanden bescherming kan E5 focussen op een doorstart of investeerders zoeken. De Franse grootbank BNP Paribas wil de winst bij de Belgische dochter BNP Paribas Fortis naar Frankrijk halen. Het gaat om 1,9 miljard euro, een bedrag dat in dividenden uitgekeerd zou worden aan de aandeelhouders. Minister van Financiën Alexander De Croo en andere politici willen dat BNP Paribas geen dividend uitkeert en dat het geld in ons land blijft.
President Donald Trump van Amerika zei een week geleden nog dat de kerken in zijn land met Pasen vol zouden zitten. Maar van dat optimisme van toen blijft nu nog weinig over. De feiten in zijn land liegen er niet om. Al bijna 190.000 bevestigde besmettingen en meer dan 4.000 patiënten die na een coronabesmetting overleden zijn. En het ziet er naar uit dat er de komende weken nog 100.000 of zelfs tot 200.000 Amerikanen zullen sterven aan het virus. President Trump klonk onheilspellend toen hij de Amerikanen waarschuwde voor de moeilijke weken die ze voor de boeg hebben. As a nation we face a difficult few weeks as we approach that really important day when we're going to see things get better all of a sudden. And it's going to be like a burst of light, I really think and I hope. In het stadion van Flushing Meadows heeft de burgemeester van New York het Billie Jean King Tennis Center opengesteld om te worden omgebouwd tot ziekenhuis. It is this facility here in Queens that right now looks like a bunch of tennis courts. Very soon this is going to be 350 hospital beds. De hele dag rijden ziekenwagens af en aan het Elmhurst ziekenhuis, een van de grootste in New York. Het ziet er naar uit dat het kantelpunt voor New York nog lang niet bereikt is. Een verrassing kunnen we dit niet noemen. Ook het prestigieuze tennistoernooi van Wimbledon moet plooien voor het coronavirus. De organisatoren bleven nog lang hopen dat het zou kunnen doorgaan, maar het kan niet anders. Niet alleen komt er geen Wimbledon half juni dit jaar, er komt gewoon geen editie 2020 van het Grand Slam toernooi. Het is meteen uitkijken dus naar 2021. En de Ronde van Vlaanderen die was al langer geschrapt omwille van corona. Wij zijn eens gaan kijken in Oudenaarde. Het is stil daar, want geen voorbereidingen natuurlijk. De ronde stond nu zondag gepland. Hoe de mensen in Oudenaarde de leegte vullen, tonen we in het journaal van 7 uur. Ik wens u nog een mooie avond toe. Tot later. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.